Ja, de kerst komt er dus aan en overal zijn er speciale kerstcircussen. Steeds meer jongeren in Nederland willen bij het circus. Reden genoeg dus om het circus in te duiken. Ja, we zijn nu in Theater Carré in Amsterdam. En het is een heel beroemd theater. Muziek, dans, cabaret, musical. Er komen hier allerlei voorstellingen. En weet je wat nou zo grappig is? Dit gebouw is ooit opgericht als circus. Door de familie Carré. En nu, ongeveer 120 jaar later, staat het er nog. En zit er weer een circus in. Het woord circus komt uit de tijd van de Romeinen. En betekent in het Latijn cirkel. 240 jaar geleden laat een Engelsman trucjes met zijn paard zien in een piste. Dit bevalt zo goed dat hij later dansers, zangers en clowns uitnodigt om tussendoor op te treden. En zo ontstaat het circus zoals wij het kennen. Maar tegenwoordig ziet het circus er heel anders uit. Dit is de piste van het Wereldkerstcircus in Theater Carré in Amsterdam. En wij mogen vandaag meekijken achter de schermen. Hoe lang houdt hij dit vol? Hij moet de hele voorstelling blijven hangen. Nee, je niet? Ja, zolang het echt duurt, hè? Ja, fantastisch. Ja. Dit zijn de repetities. Ja. Ik ben spreekstalmeester. Spreekstal, zo heet dat, hè, in het circus. Dat is echt. En wat doe je dan? Je presenteert de ik presenteer het programma, ja. Dus het ene nummer moet eruit, het andere nummer moet erin. Ja. En in die tijd doe ik dus mijn praatje en dan vertel ik het publiek wat er zoal gaat gebeuren. En vertel eens in het kort, wat voor artiesten zijn er allemaal? Wat voor acts? Ze komen overal vandaan. Ze komen uit Italië, uit Zwitserland, uit de Oekraïne, uit China. Zij komen uit Korea, hè, volgens mij? Zij komen uit Noord-Korea, ja, inderdaad. En deze uitstekende groep, die hebben maar liefst in de afgelopen jaren 8 gouden clowns gewonnen. En de gouden clown is de hoogste onderscheiding die je kan krijgen in het circus. Daar viel iemand, maar dat is goed gegaan. Ja, dat gaat goed. Daarom is het veiligheidsnet eronder. Ja, dat is wel handig dat dat er hangt. En wat is jouw eigen favoriete act? Mijn eigen favoriete act, dat zijn de roofdieren, maar bovenal natuurlijk de clowns. Zullen we even naar die dieren gaan kijken? Ik ben een heel goed idee. Hey, is dat... Dat is het circusorkest natuurlijk heel belangrijk bij een circusvoorstelling. Ja. Is de muzikale begeleiding. Die zijn jullie ook aan het oefenen? Ja, maar mag wel even binnenkijken. Ja, te gek. Ja, super. Oké, wat gaan we nu doen? Laten we naar de stallen gaan van de paarden. Hier boven ons is het toneel. Daar zijn de trapeze mensen nog steeds. Ja, daar verderop zijn de trapezen. Ja. Je ziet het, mooi ingevlecht. Ja, mooi ingevlecht. Hij is allemaal klaar voor het optreden. Had je ook kunnen hebben als je wat langer gaat. Ja, dat gaat niet, niet lukken. En hij is heel nieuwsgierig naar de camera volgens mij. Als je dichterbij gaat, gaat hij ruiken aan de lens. Kijk. Ja, indrukwekkend. Prachtig. En dan gaan we nu, denk ik, naar de roofdieren. Leuk. Kunnen we die ook aaien? Ik zou het niet doen. Okay. Zou het niet doen. Nou, en als je goed in de kooi kijkt, daar liggen de tijgers. Die liggen onder de zonnebank, zoals je ziet. Ja, anders hebben ze het wel heel koud natuurlijk. Ja. Dit is Maasai. Hey. Dat is de grote leeuw. Zo. How long have you been friends, Alex? Maasai is the 9th generation of lions that my family have bred. And he's 15 years old, and that's a very good age. The average age for a lion in the wild is only 9. Maximum would be 11. He's 15 now, and his father and his grandfather, they worked with my father, and they both lived to be 25. How much time do you need to train a lion to go to the circus? Well, they're like children, yeah? Some are more clever than others. But we start training when they're about 1.5 years old. Before you train, if you start any earlier than that, it's like children in kindergarten. They just want to play. Yeah. So when they're about 1.5 years old, we start training them. Uit onderzoek is gebleken dat circusdieren niet altijd goed worden behandeld. Olifanten staan soms 17 uur per dag vastgeketend.
En dan kun je aan ze zien dat ze stress hebben. Een derde van de tijgers en leeuwen komt nooit buiten. Sommige mensen vinden daarom dat dieren in het circus verboden moeten worden. You know, of course, there's a lot of discussion always about animals in the circus. Some people are against it. What do you think of that? Well, I've been working with lions and tigers now, and the problem is a lot of people that are animal lovers, unfortunately, know very little about animals. I've been working with lions and tigers now for the last 20 years. My family have been working and breeding and caring for big cats and all sorts of exotic animals for the last 45 years. So in that sense, we're really the tiger and lion experts, you know. And what's important is that for wild animals is that you give them the chance to eat, sleep, and reproduce. Then they're very content. I weigh 350 kilos. Yes. I weigh 80 kilos. It's not physically possible for me to force him to perform. So they're sort of like your pets? Yeah, they are, definitely. They're part of the family. You stay there all day? No, I don't stay here all day. I go back into the caravan. I have a wife and child as well, you know. And you stay there, in the caravan? In the caravan, yeah. I always stay next to my animals because I like to be able to hear them. If there's a squabble or a fight, I can, you know, make sure I come out and make sure nothing happens. Do they ever embarrass you? I had a time when they did embarrass me. There was a lady, a very well-dressed lady, sitting on the front row. Yeah. Watching the show, and Masai decided to get up and pee all over her. And the lady was very prim and proper and refused to move. Yeah. And unfortunately, she got soaked, because when they pee a lot. There's a lot. That was quite embarrassing, yeah. Ze blijven maar oefenen, hè? Ja. Heel veel succes. Dankjewel. En tot de volgende keer. Oké, tot ziens. Hoi. Tot ziens. Dag. Hartelijk bedankt voor uw komst naar het circus. En may all your days be circus days. Ja, mooi. Ja, als het goed is, zijn